Hoe kan je een pijnlijke ijsprong verzachten? Hoe kan je een pijnlijke ijsprong verzachten? Pijn tijdens de ijsprong kun je vermijden. Probeer enkele natuurlijke remedies uit. Je kan ook een gynaecoloog raadplegen. Die arts kan een andere oplossing voorstellen die geschikter voor je is. Een pijnlijke ijsprong is een van de ergste bronnen van ongemak die vrouwen in hun vruchtbare levensfase ervaren. Deze pijn treedt op als krampen in de buik. Voor bijna elke vrouw kan dit probleem echt vervelend zijn, want de pijn kan erg ernstig en acuut optreden. Sommige vrouwen hebben er last van in de streek van de lies of de dij. Het kan hen verhinderen om zelfs de meest eenvoudige opdrachten uit te voeren. Deze kwaal komt erg vaak voor en is redelijk gewoon, maar je mag het niet verwaarlozen als het gepaard gaat met andere symptomen. We raden je aan met je arts te praten als je iets abnormaals vaststelt. In dit artikel willen we je helpen om met de verschrikkelijke effecten van een pijnlijke ovulatie om te gaan, want ze kunnen allerlei verschillende oorzaken hebben. Wat is de ijsprong? De ijsprong is het proces waarbij de eierstokken een rijpeitje vrijmaken dat klaar is om bevrucht te worden. Gewoonlijk gebeurt dit tussen de tweede en de derde week van de menstruatiecyclus, maar dit kan variëren afhankelijk van het hormoonniveau van elke vrouw. De ijsprong gebeurt in drie fasen. De folliculaire fase, die start op de eerste dag van de menstruatie. Op dit moment ontwikkelt zich het kleine zakje waarin het eitje zich zal bevinden. Zodra dit zakje zich ontwikkeld heeft, bevordert het de productie van oestrogeen. De ovulatiefase, de volgende 36 uur, zal deze fase optreden. Het oestrogeenpeil stijgt en produceert de afscheiding van enzymen. Daardoor zal het eitje rijpen en wordt het vrijgelaten. In deze fase zal je beginnen voelen hoe de baarmoeder zich samentrekt. Die samentrekkingen zijn verantwoordelijk voor de pijn. De postovulatiefase. Na de ijsprong ontwikkelt zich het corpus luteum. Dit scheidt het hormoon progesteron af. Als het eitje niet bevrucht wordt, dan breekt het corpus luteum het af. Dit veroorzaakt een scheuring van de bloedvaten. Dan begint dus je volgende menstruatie. Ken je lichaam. Het is erg belangrijk dat je je menstruatiecyclus kent en begrijpt. Punt. Misschien lijkt alles zo vanzelfsprekend, maar sommige vrouwen besteden er gewoon geen aandacht aan. Menstruatiecyclus kan elke maand 2 tot 3 dagen variëren. Dat is geen reden om al ongerust te zijn. Maar als je grote veranderingen vaststelt, dan is het een goed idee om je arts te consulteren. Let op de symptomen van een pijnlijke ijsprong: een erg intense pijn of pijn die 3 of meer dagen duurt, een brandend gevoel of pijn tijdens het plassen, koorts of overmatig zweten, braken of misselijkheid. Dit zijn allemaal signalen dat er iets verkeerd is. Daarom moet je dus zo vlug mogelijk een afspraak bij een arts maken. Aanbevelingen voor bij een pijnlijke ijsprong: we geven je enkele adviezen hoe je menstruatiepijn kan verlichten. Probeer te ontspannen, de ijsprong veroorzaakt krampen. Als bovendien je spieren zich gaan aanspannen, dan zal je pijn alleen maar nog erger worden. Door reekoefeningen te doen, kan je de pijn in je lichaam verzachten. Probeer ook eens enkele yoga-houdingen.
die helpen om de spanning vrij te maken. Drink warme thee, kamille en honing bezitten ontstekingsremmende en ontspannende eigenschappen. Ze werken uitstekend om deze pijn te verlichten. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 kop water, 250 ml, een zakje kamillethee of 1 theelepel kamille 10 g, 1 theelepel honing, 7,5 g. Hoe maak je de thee klaar? Breng eerst het water aan de kook en voeg de kamille en de honing toe. Laat het dan 5 minuten trekken. Daarna drink je de thee langzaam op. Warme compressen warmte helpt om de spieren te doen ontspannen. Bovendien bevordert het de bloedcirculatie in de buik. Neem een warme douche. Ook warm water werkt rustgevend als je last hebt van een pijnlijke ijsprong, want de hitte verzacht de zenuwuiteinden in je lichaam. Vermijd cafeïne. Het is bekend dat cafeïne de bloedvaten doet samentrekken. Dit verhoogt je pijngevoeligheid. Neem pijnstillers. Pijnstillers zoals ibuprofen of paracetamol zijn gemakkelijk verkrijgbaar. Gebruik ze om de pijn te verzachten. Dit soort medicatie is verantwoordelijk voor het verhinderen van de productie van prostaglandines. Het zijn deze bestanddelen die samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaken. Het gevolg is dat jij pijn voelt. Soms zijn huismiddeltjes en pijnstillers onvoldoende om de pijn te verzachten. Denk dan ook aan een voorschrift voor anticonceptie om je hormonale cyclus te regelen. Laat je niet overweldigen door de pijn. Een pijnlijke ijsprong kan dus heel vervelend zijn. Maar vrouwen moeten nu eenmaal elke maand met de symptomen en de pijn van de ijsprong leren omgaan. Bij sommige vrouwen verloopt de menstruatiecyclus bijna onopgemerkt. Let toch altijd op elke verandering die volgens jou niet normaal is. Preventie blijft de beste manier om ergere problemen te voorkomen. Vergeet ook niet om regelmatig een afspraak te maken bij de gynaecoloog. Dit is onontbeerlijk om voor je gezondheid te zorgen.